Van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn. Leuk dat je deze video hebt aangeklikt. En wat gaan wij doen? We gaan kijken op het gebied van liefde, soulmates, tweelingzielen, karmische verbindingen, alles wat met liefde en hartzaken en karmische verbindingen te maken heeft voor de volle maanenergie van 5 juni 2020. En het wordt een pittige energie en waarschijnlijk hebben een aantal van jullie dat al ondervonden of gaan dat nog ondervinden. Ik wil je ook even op de algemene legging wijzen van de volle maan voor het collectief. Daar vertel ik ook heel veel informatie wat er gaande is en daar kun je waarschijnlijk sowieso algemeen ook heel veel mee voor je eigen ontwikkeling en inspiratie. En nu gaan we eens even kijken wat er aan de hand is eigenlijk op het gebied van liefde en karmische verbindingen. En, want de mensen die in een karmische soulmate verbinding zitten en of er nou wel of geen contact is. Soulmate connecties, tweelingziel connecties, die kan ineens weer heel erg naar boven komen in je gedachten, in je herinneringen. Zeker met soulmates waar je al langere tijd misschien geen contact mee hebt gehad, kan ineens weer opspelen. Die connectie is ook nooit volledig verdwenen. Maar in deze periode gaan wij ook allemaal wel weer wat meer analyseren wat er in deze relaties dan verkeerd was, wat er verkeerd is gelopen. En dan kan je ook eens misschien wel iets definitief achter je gaan laten. Omdat je misschien toch wel met onwaarheden te maken hebt. Die onwaarheden vanuit jezelf of onwaarheden van de ander. Waarbij jullie toch niet volledig vanuit op zielsniveau volledig jezelf kon zijn. En misschien is dit ook een mooie fase om als het weer naar boven mocht komen, als je daar aan toe bent, om het achter je te laten. En ook de invloed van de zwarte maan Lilith. Die kan ook een rol hebben gespeeld eigenlijk in de situatie met jouw karmische verbinding. En het kan wel eens wijzen ook zelfs op een derde partij in het verhaal. En verder, hou er rekening mee dat er heel veel emoties naar boven kunnen komen. Zoals boosheid, onrechtvaardigheidsgevoel. Alsjeblieft, duw het niet weg. Laat het naar boven komen. Op het moment dat jij het namelijk ruimte mag geven en het er mag zijn, en er is geen verzet, dan ga je er makkelijker doorheen. Hoe meer verzet, hoe heftiger het zich aandient. Want dat wil eigenlijk aandacht. Dat wil gehoord worden. En dat betekent niet dat je er met een knuppel op los moet slaan. Maar ook pijn mag je naar kijken en boosheid mag je naar kijken. Als je daar namelijk doorheen gaat, krijgt het ruimte. En als het ruimte krijgt, dan kan je het vrijlaten. En vrijlaten vind ik zelf een beter gekozen woord dan loslaten. Doordat het vrij kan, kan het alle kanten weer op. Nou, ik ga de kaarten ook eens even leggen. En voordat ik ze ga leggen, Mireille Online is nu een jaar actief op YouTube. Zoals in de algemene sterrenbeeldreadingen als in de liefdessterrenbeeldreadingen heb ik ook al leuke cadeautjes te kennen gegeven wat er weggegeven gaat worden. En ook in deze volle maanreading voor de liefde heb ik iets leuks. En dat zijn een aantal dingen. Ik laat het je eventjes zien. Ik heb hier pakjes wierook, dus voor de algemene en de liefdes volle maan reading gaan er voor beide een pakje met 3 pakjes wierook uit het pakketje. Reinigingswierook, dromen, van alles en nog wat. Gewoon een leuk aardigheidje. En wat heb ik nog meer? Kijk, ik laat ze even hier opzien. Je ziet hier 6 edelsteenhangers. En dit is lepiodoliet, als ik het goed uitspreek. En dat is een enorme ondersteuner, juist in die processen om bij jezelf te blijven, bij jezelf te komen, op te ruimen en te helen. En kristallen,
Die versterken sowieso altijd andere edelstenen, maar hebben ook een versterkende en beschermende werking op jouw energie. Mensen die mij al wat langer kennen of beter kennen, die weten dat ik een enorme stenengek ben en een kaartengek. Ik ben sowieso een beetje gek. Maar ik laat ook zelf mijn stenen op. Maar met de volle maan gooi ik altijd al mijn stenen naar buiten. Die ga ik allemaal reinigen. Ik hoop altijd op regen. Want ik heb het liefste dat het in de regen gereinigd wordt vanuit de natuur. En dan 's nachts met de volle maan kan opladen. En anders reinig ik ze van tevoren in ruim water. En dan gaan ze allemaal lekker naar buiten. Deze stenen laat ik ook nog eens op mijn manier op. Dus er zit een enorme power in. Dus dat is misschien wel leuk om te weten dat het hele krachtige opgeladen stenen zijn. Dan ga ik er ook bij elkaar 6 van weggeven. 3 in de algemeen collectieve volle maanreading en 3 in de liefdesvolle maanreading. En voor 1 van jullie heb ik iets heel speciaals. Ik heb al eens vaker een tweelingzielenkristal laten zien. En ik heb ooit een partijtje Arkansas kristallen op de kop getikt. En dat zijn innerlijk kindkristallen, maar ook tweelingzielkristallen. Daar is bijna niet meer aan te komen. En ik vind het leuk. En ik ga hem ook echt op mijn gevoel verloten. Kijk eens, dit is dus een van de tweelingkristallen. Arkansas kristal is dit. En edelstenen, zeker dit soort prachtige exemplaren, die koop je niet op schoonheid, maar die koop je op gevoel, vanuit je ziel. En dat is ook met zielsconnecties, eigenlijk met alles, moet je vanuit je gevoel kijken naar dingen. Tuurlijk een stukje verstand, maar die kies je niet op schoonheid, die kies je echt op je gevoel, vanuit je ziel. En deze, de steen, ook opgeladen uiteraard door mij, en de volle maan, die gaat jou helpen om of los te komen van een toxische karmische verbinding. Het zorgt ervoor dat je je soulmate ontmoet of je tweelingziel ontmoet. En daarnaast is een enorme ondersteuner. Maar het is ook gewoon echt super gaaf als je zo'n steen hebt. Er zitten ook hele mooie venstertjes in. Ik ga proberen om het te laten zien. Ik weet niet of je het kunt zien. En anders ziet degene die deze gaat winnen het vanzelf. En ik heb er 1 om te geven. En dat is echt een speciale. Ik vind dat echt leuk om. Ik gun hem echt 1 van jullie. Dus wil jij kans maken op 1 van de kristallenhangers, een wierookpakketje of die waanzinnig gave tweelingkristal? Zorg dat je abonnee bent. Hieronder kun je op het knopje klikken abonneren. En laat even in een reactie weten dat je wil winnen. Dat je mee wil doen aan de winactie. Maar ik vind het natuurlijk ook heel erg leuk als je gewoon laat weten wat je van de reading vond. Uit alle reacties per reading, per video, worden gewoon winnaars getrokken. Mits je ook abonnee bent natuurlijk. Dus nou, dat even gezegd hebbende, gaan we nu echt eindelijk na al dat geklets beginnen. Maar ik vind het ook wel leuk om een klein beetje uitleg daaraan te geven. En wat zijn de orakelkaarten? Wat is de boodschap? Op het gebied van liefde, geluk, relatie, soulmate, karmische verbindingen, tweelingzielen voor deze volle maan van 5 juni 2020. Wat is de boodschap? Ik moet hem nog even 1 keer schudden, voel ik. Oké, wat mag de boodschap zijn op het gebied van liefde, karmische verbindingen en alles wat met hartzaken te maken heeft voor deze volle maan? Oh, wat mooi. 44. En 43. Prachtig. Oké. Ik krijg al van alles erbij door. Het zijn 2 schoonheidskaarten. En deze gaat om een beetje dat je, zoals ik het net al met die steen aangaf, sommige dingen kies je niet uit op schoonheid, maar op innerlijk. En natuurlijk mag je jezelf mooi vinden. Maar je mag verder kijken dan je eigen neus lang is, mag ik tegen jou zeggen. En hier heb ik deze prachtige dame tussen de zwanen. En het wordt tijd dat jij je vleugels uit gaat slaan. En gaat ervaren dat jij ook een prachtige zwaan bent. Ook van binnenuit, vooral van binnenuit, is heel erg belangrijk.
En dit is echt de spiegelkamer, alleen maar spiegels. Dus enerzijds heeft dat met de verbinding te maken dat jullie elkaar heel erg spiegelen. Ik ga ze even omdraaien, want dan kan je tussendoor gewoon blijven kijken. Enerzijds heeft dat heel erg te maken dat jullie elkaar spiegelen. Maar ook dat er verder gekeken mag worden dan alleen in je eigen spiegel. En dat je vanuit je ziel ook schoonheid mag gaan waarnemen. En hier zie je eigenlijk letterlijk die prachtige schoonheid van die zwanen. En die staan helemaal voor karmische verbinding. Dus dat is heel erg mooi. Ik ga er 2 maankaarten bij pakken op mijn gevoel. Oké, deze wordt het. En die doen we. Oké, wat pak ik hier? Zo, gaaf dan. Die pak ik dus echt gewoon blind, hè? Volle maan in boogschutter. Ik pak ze echt op mijn gevoel. Bij de algemene heb ik hem ook gepakt. Zie het grote geheel. En dan pak ik de volle maaneclips. De ontknoping is nabij. Wow. Maar dit is mooi. Ik ben helemaal flabberd. Dan hebben we ook nog eens Venus retrograde. En er gaat heel veel intens gebeuren op zielsniveau en op liefde en dat soort zaken. Prachtig. Nou, ik ga ze hier... Ja, ik ga gewoon een klein beetje plek maken. Ik ga ze hier neerleggen. Oké. Nou, en dan pak ik romantische orakelkaarten erbij. Ik probeer altijd een beetje hetzelfde en toch ook weer een beetje anders te zijn. Ik doe dat gewoon op mijn gevoel, welke kaartendeks we moeten gebruiken. Nou, wat is de liefdesboodschap vanuit de romantiek? Voor iedereen die met liefde, relaties, soulmates, karmische verbindingen, tweelingzielen en hartzaken te maken hebben. Voor deze volle maan. Met ook nog eens een verduistering, een gedeeltelijke verduistering. Relatie uit een vorig leven. Jullie hebben elkaar eerder gekend. Flirten. En passie. Oelala, dat is mooi. Jullie hebben elkaar eerder gekend. Deel je lichthartige energie met anderen. Laat je hart en je ziel vrij en blij zingen. En volgens mij wordt het tijd voor het echte werk. Dit mogen duidelijk zijn. Nou, dit vind ik ook echt bizar. Ik weet niet eens. Ik heb die waaier. Ik heb ze echt. Deze heb ik echt net ook een keer getrokken uit de waaier. Ik ben helemaal perplex. Ik kan dat echt niet. Nou ja, maakt niet uit. Dan heb ik deze voor je. Ik ga even iets meer opschuiven. Want ik heb wat plek nodig voor de andere kaarten. En ik moet even een slokje water nemen. Merk ik aan mijn droge keel. En dan gaan we de tarot erbij pakken. Om te kijken wat de tarot ter verdieping mee wil geven. Nou, ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Daar gaan we. We willen graag verdieping. Op het thema soulmates, tweelingzielen, karmische verbindingen, liefde, relatie, geluk. Alles wat met liefde, relatie, geluk en karmische verbindingen te maken heeft. Voor deze volle maan van 5 juni 2020. Balanceren. Wauw. Ook jaloezie trouwens hoor. De page. Temperance. En de ridder. Prachtig. Echt onwijs mooi. Oké. Wacht, als ik nou dit een klein beetje ga weghalen, dan heb ik een klein beetje meer ruimte. Deze komen zo aan de beurt. Leg ik even hier. En die leg ik even hier. Volgens mij gaat het beter zo. Nou ja, ik doe mijn best in ieder geval. Oké. Wat hebben we hier? We hebben munten 2, veel munten. 1, 3 muntenkaarten, munten 2. Dat betekent eigenlijk dat je opnieuw mag balanceren. Dat dat best wel wat energie heeft gekost. En zal gaan kosten. Belangrijk is om je ontspanning te nemen. En jezelf de ruimte te geven.
Het kost best wat energie op dit moment om al die emoties een klein beetje te balanceren. Soms heb je het gevoel dat je op een koord loopt, je kan het niet helemaal duiden. En dan heb ik hier die munten 9. Ja, fantastische kaart. Munten is aarde, maar ook groei van alle vruchten, van alle munten, van bezit, van alles wat je nu hebt gaat groeien. Dus ook de verbinding die er is, krijgt enorme groei. Onverwacht zelfs, dat kan ineens heel hard gaan. Waar je rekening mee mag houden, dat er jaloezie om je heen kan hangen. En het kan zijn dat je eventuele geliefde jaloers op je is, of jij jaloers zou kunnen zijn. Maar het kan ook om jullie heen hangen. Dus wees wel alert. En die vogel, die valk die ze in haar hand heeft hier, heeft er aan de ene kant mee te maken dat alles rijk en royaal is. Komt eigenlijk vanuit een jachthuis. Maar die valk kan ook zoeken, kan ook heel goed alles overzien. Dus zorg ook dat jij die dame van die munten 9 bent. En laat je niet gek maken, want dan heb ik hier de page. En page duidt op een nieuw begin met vuur, met passie. En het is aarde en passie tegelijk, aarde en vuur tegelijk. Ik laat hem je eventjes van wat dichterbij zien. En dit is meestal wel iemand met lichte haar, lichtere ogen. En waar gaat het hier allemaal om? Belangrijk is dat je in jezelf durft te geloven. En dat jullie eigenlijk beide behoefte hebben aan vernieuwing. Er is goed nieuws onderweg. En er komt een stuk buigzaamheid. Belangrijk is dat jullie niet te impulsief zijn. Niet te snel verveeld zijn. Maar dit duidt op goed nieuws wat onderweg is. Maar ook dat de vernieuwing die eraan zit te komen. En dan krijg ik echt een hele mooie kaart. Ook weer zo'n engel. En dat is de matigheid en dat is boogschutterenergie. Hoe gaaf is dat? Kijk, dit is vuur. Dus dan hebben we natuurlijk met boogschutters, leeuwen en rammen te maken. Munten zijn aardetekens. Stieren, maagden, steenbok. Hier hebben we nog een munten. Dus dit is eigenlijk... jullie zijn heel erg naar de materie aan het kijken. Naar de aardse zaken, aardse communicatie, dat soort dingen. Hier komt de passie en dan heb ik hier ook weer die passie. En dan heb ik hier deze en dat vind ik ook wel weer gekoppeld aan een relatie uit een vorig leven, maar ook karmisch. Omdat die bekers, water, wijn, dat heeft een maankaart bijvoorbeeld ook, of de ster. Maar alles wat je gezaaid hebt, ga je ook weer oogsten. En alles komt in balans. En je mag leven vanuit je gevoel. Jullie mogen leven vanuit je gevoel. En dat heeft met zelfbeheersing te maken. Maar ook balans en rust in alles gaan hervinden. Jullie gaan in een enorm ontwikkelingsproces. Verhoudingen worden gelijkwaardiger. Spiritueel en materieel komt alles veel meer in balans. En het gaat hier om banden die niet meer verbroken kunnen worden. En voor sommigen van jullie kan dat zelfs een echt huwelijk betekenen. Dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen. En ik wil niet iemand nu gelijk weer in de bindingsangst duwen. Maar daar zou het naartoe kunnen gaan. Want dat is waar die kaart op wijst. Dus ga vooral genieten van alles wat er komen gaat. En ja, ik wil je er nog een keer op wijzen. Kijk die algemene reading ook van hoe kan je opruimen, wat kan je opruimen, waar kun je allemaal mee te maken hebben. Want je kan namelijk intense dromen krijgen, een mega overprikkeling, wat je normaal ook wel bij een volle maan hebt. Maar omdat we ook met zo'n verduistering zitten, waardoor die maan eigenlijk in een soort schaduwbaan blijft lopen, is die maan wat donkerder. Dus veel minder licht dan normaal. En dat heeft een heftiger effect, heb ik daarvan begrepen. En en dat versterkt dus eigenlijk die dingen die we normaal hebben nog eens veel sterker. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens met die boogschutterenergie te maken. En dat is eigenlijk de levenslustige, de idealistische, optimistische, een beetje eigenwijze... mens is het eigenlijk die wel heel veel visie wil uitdragen, hoor. Maar daar hebben we gewoon mee te maken. En dan ook nog eens met die tweelingen.
de mensen heel goed kan communiceren en ja, erg van de communicatie is, flexibel kan zijn, maar ook dubbele connecties kan maken, snel verbanden kunnen leggen, maar ook weer zo eruit schiet. Soms een leugentje om best wil kan hebben. Dus het is best wel een pittige combinatie. En dan al die dingen nog in retrograden. En dan hebben we 3 verduisteringen tot en met 5 juli. 3 keer hebben we met een verduistering te maken. Dus dat is behoorlijk pittig. Ik heb hier de ridder voor jou. En dit is de ridder van munten. Een aardeteken. Die zijn zaakjes ook wel een klein beetje wil beschermen. En ook eerst werk en orde wil scheppen. Dat komt allemaal op de eerste plaats. Pakt het even rustig aan. En erg veel verantwoordelijkheid. Maar ook heel veel vastberadenheid en betrouwbaarheid. Wat er op het gebied van liefde te wachten staat eigenlijk. Dus ik vind het wel heel erg mooi. Maar ik ga ook eens even de Lennemand erbij pakken, hoor. Om verdieping, verduidelijking en bevestiging te krijgen. Eens even kijken wat daarin naar voren mag komen. Oké. Nou, nog één keertje voor de maand. Voor juni. 5 juni voor de volle maan. Voor alles op het gebied van liefde. Oké, de boom. Muizen. Maan, hoe gek wil je het hebben? En de slang. Slang is vuur, transformatie, koningin van staven kan dat voorstaan. Dus voor het mystieke en onafhankelijkheid. Dus dat speelt zeker een rol. Terwijl de anderen meer van het eerst alles op orde hebben. Ook heel erg alles betrouwbaar en vastberaden is. Maar alles moet eerst op orde. Deze staat voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar dat is ook heel erg belangrijk dat je niet emotioneel afhankelijk raakt. Gesprekken die er gevoerd gaan worden, communicatie. Maar er kan ook nog een klein listje of bedrogje zijn. En dat heeft met die tweelingenenergie te maken. Kijk eens aan. Dus wees wel op je hoede. En het hoeft niet eens van jouzelf te zijn. Of van jouw geliefde. Maar er kan ergens een slang een klein beetje doorheen konkelen. Of er komen ineens nog vanuit oude connecties zaken naar boven. Dat je denkt, auw, nu ben ik er echt klaar mee. En die deur gaat dicht en die gaat nooit meer open. En dan heb ik voor jou de maan. En dat is echt een liefdeskaart. En ja, hoe duidelijk wil je hem hebben? Geen begin, geen einde. Een cyclus, blijf maar doorlopen hier. Kijk eens. En de 8. Prachtig. Dus de 8 staat ook voor de volmaakte harmonie. En als je hem zo pakt, de 8, dan krijg je eigenlijk 2 nullen. En zo zijn het 2 nullen op elkaar. En het gaat over het getal van de ingewijden, van de verwezenlijking. En die maan gaat jullie daarbij helpen op dit vlak. Nou, en dan heb ik de muizen. En de muizen hebben ergens met een stukje gemis te maken, maar ook met gepieker. Muizen knagen en smeren hem weer. Dus die eten overal een beetje van. En daar staan muizen, dus onbekend. Ik laat hem even zien. Maar muizen kan met diefstal te maken hebben, maar in deze, of iemand gaat je hart stelen. Maar in deze heeft het met een gemis te maken en gepieker. Eén van jullie piekert. En misschien piekeren jullie allebei wel. En met name met die, hoe voller die maan is, hoe heftiger dat piekeren is. Dus geef je er maar aan over. Maar laat dat stemmetje, dat die schaduwkanten die ook allemaal in ons versterkt naar boven gaan komen, geef het ruimte, maar laat het je niet overnemen. Want dat is wel heel erg belangrijk. En wat je dan krijgt, hier pak je eigenlijk, hier moet je balanceren en hier pak je die balans samen terug. En dan zie je ook die vogels en die boom, die kan ontvangen van boven, het geaard zijn. En kijk eens, je chakras gaan komende periode allemaal nog meer open, maar daardoor, door dat ruime en door die verbinding die jullie allemaal met elkaar hebben, gaan die ook veel meer in balans komen. Kijk maar hoe mooi dit is, hoe dit werkt. Ik vind het wel een hele, eigenlijk best wel serene. Ik heb ze wel eens heftiger meegemaakt.
Prachtig, we gaan nog eens eventjes moeder aardekaarten erbij pakken. Even voorzichtig, want die zijn heel breekbaar deze. En dit zijn moeder aardekaarten, om eens even te kijken wat zij daar nog over te melden heeft. En dan heb ik nog de wijsheid van de vrouwelijke ziel. Dus moeder aarde is maan, is vrouwelijk. Dit zijn vrouwelijke kaarten, want we hebben gewoon met vrouwelijke energieën te maken. Nou, wow, hallo. Zijn er wel heel veel die eruit vallen. Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Oké. Eens even kijken. Rooksignalen. Bedoeling, nou ja zeg. Oh, en de maantent. Afzondering. Ja, wat mooi. Kijk, we hebben hier de bedoeling, de rooksignalen. Wat zijn die signalen? Wat is de bedoeling? Wat is jouw bedoeling? Wat is jouw intentie? En wat is de intentie van de ander? En weet jij zeker dat die ander jouw rooksignalen kan lezen? Of weet jij zeker dat jij de rooksignalen van die ander wel goed kan duiden? Dus wees je daarvan bewust. En de bedoeling en de intentie. Ga die eens wat dieper nog onderzoeken. En dan pak ik hier de maantent. En de maantent is zeker nu heel erg mooi om je af en toe eens even te kokonnen, af te zonderen. Eventjes met dat kleine mens in jezelf, dat kindje, dat innerlijke kind in jezelf gaan communiceren. En je ook eens eventjes op een heel, vanuit een heel ander perspectief die bedoelingen onderzoeken. Ja, zo mag ik dat meegeven. We pakken daar nog de vrouwelijke zielkaarten bij. Kijken welke wijsheid zij nog met ons wil delen. En natuurlijk als laatste pakken we daar nog wat liefdesorakelkaarten op. En heb je zoiets van, nou, ik wil toch meer inzicht in mijn verbinding of in mijn soulmate verbinding of wat dan ook. Check eventjes mediummireille.nl voor alle consultmogelijkheden. En misschien heb je hier genoeg aan. Is ook helemaal prima. Voel je vooral vrij. Je kunt natuurlijk ook voor een direct telefonisch consult eens even een kijkje nemen op www.puremedium.nl. Daar ben ik eigenaar van. Het platform heb ik in 2014 opgericht en er staat echt een onwijs mooi team voor jou klaar. Waar je gewoon op mag bouwen en vertrouwen. Die zijn allemaal zorgvuldig, meervoudig en daadwerkelijk gescreend. Waardering pak ik voor jou. En mijn unieke zelf, hoe mooi is dat? Het goede waarderen in mijn hier en nu vergroot mijn bewustzijn voor alles wat goed is in het universum. Mijn unieke zelf, ik vertrouw erop dat wie ik ben perfect is voor mijn unieke tocht en zielspad. Dus ga echt het laatste restje van jezelf erbij pakken en hou volmondig van jezelf. Je bent helemaal top en helemaal oké. En ja, we gaan eens even kijken welke hartekaarten ik voor jou hier nog bij mag pakken. Ik ben heel erg benieuwd en ik hoop dat je hier ook heel veel inzichten uit mag halen. Romantiek, Cupido's doel. Cupido's spel treft zijn doel, heb ik voor jou. Oké, komt ie weer. Je mag een vraag aan jezelf stellen. En dat mag je beantwoorden met een dat kan beantwoord worden met een nee of met een ja. En er zit in dit set een ja en een nee. Dus dan mag je nu even een vraag stellen. En dan krijg je hier het antwoord. Ja. Nou, lieve mensen, lieve kijkers, ik hoop dat ik jullie met deze volle maan reading heel veel inzicht en inspiratie heb mogen geven. Er ligt heel veel groei, heel veel vernieuwing, heel veel nieuwe verbinding, hereniging, balans en zaken op orde maken. Ja, en die paarsje, dat geeft wel de nodige passie aan, die hier ook nog een keer wordt weergegeven. Dus ik hoop dat ik je hier blij mee kan maken. Vooral dat je er heel veel aan hebt, dat je er ook heel veel inspiratie uit kan halen en laat mij nog even weten wat je van de video vond. Vergeet je duim niet omhoog te doen. En klik even op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. Hey, dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!